Welkom in de Bali. Welkom bij Friedrich Hayek en The Road to Serfdom. Of het neoliberalisme eigenlijk. Mijn naam is Rogaja Sek. Ik ben programmamaker hier in de Bali. En ik organiseer deze reeks, wat het is, samen met de Groene Amsterdammer en Atheneum Uitgevers. En het is dus een reeks bestaande uit boeken die de Groene en Atheneum opnieuw uitgeven. Boeken uit de vorige eeuw. Boeken die ons denken hebben beïnvloed en waarvan zij het een goed idee vinden dat we ze er weer eens bij pakken en met het oog op de huidige tijd. Vandaag dus The Road to Serfdom, nu dus opnieuw vertaald door de weg naar slavernij van Friedrich Hayek. En ook met een nieuw voorwoord van Marijn Oudenamse en Bram Melling, die hier ook aanwezig zijn. Het programma bestaat uit twee panelgesprekken. Bij het eerste panelgesprek blijven we nog dicht bij de tekst. Gaan we kijken van hoe moeten we de Road to Serfdom interpreteren. En is Hayek ook de grondlegger van het neoliberalisme? En tweede gaan we is tussen twee economen. En gaan we het dus meer hebben over de economie en trekken we het ook wat meer naar het heden. In de tussentijd is er ook mogelijkheid om vragen te stellen. Dus misschien ook fijn om te weten dus dat een beetje de indeling is van de avond. En ik ben eigenlijk allereerst eventjes, wil ik even een korte steekproef doen bij jullie. Misschien onder twee mensen. Wat is neoliberalisme? Een visie die zegt dat de overheid de economie zoveel macht moet geven, of de marktwerking zoveel macht moet geven, dat de democratische controle eigenlijk daar niet meer over gaat. Dankjewel, dat was ook kort en bondig. Doe ik nog iemand die wat een neoliberalisme? Ik vond het eigenlijk een ijzersterke, ijzersterke vertaling, dus ik sluit me aan bij de man daarvoor. Oké, nou dan is het misschien ook goed om meteen Bram Melling naar voren te vragen. Historicus, verbonden aan de UvA aan de Universiteit Utrecht. Hij onderzoekt de geschiedenis van het neoliberalisme in Nederland en schreef ook daarover het boek samen met Marijn Oudenamse, genaamd Neoliberalisme. En ze schreven dus ook het voorwoord wat bij deze nieuwe uitgave van De Weg naar Slavernij. En hij gaat ons hopelijk ook vertellen wat neoliberalisme is en ook de geschiedenis daarvan. Welkom, een hartelijk applaus. Ja, dankjewel Rokaya. En de definitie die ik daarbij wilde geven heeft enige overeenkomsten met wat net in de zaal al werd gezegd. Dus ik maak me een beetje zorgen. Maar zonder gekheid, even kijken hoor. Zou de PowerPoint-presentatie ook hier achtergetoond kunnen worden? Want ik kan de computer hiernaast besturen, maar ja, kijk aan. De vertaling van The Road to Serfdom, of de weg naar slavernij, die sinds vandaag in de nieuwe vertaling in de winkel ligt, is de derde Nederlandse vertaling alweer. De vorige dateerde uit 1985. En een snelle blik op de kaft volstaat eigenlijk om te beseffen dat het eigenlijk alweer tijd werd voor een nieuwe vertaling. Felicitaties allereerst aan Huub Stegeman, die prachtig vertaalwerk heeft geleverd, en ook aan Atheneum en Polak en Van Gennep. Ik ben dus Bram Melling, werk inderdaad aan de UvA. En ik sta hier vandaag omdat ik met Marijn een voorwoord heb geschreven bij het boek. En dat heeft weer iets te maken met dit boek, Neoliberalisme, een Nederlandse geschiedenis dat afgelopen mei verscheen. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. Het gaat vandaag natuurlijk over The Road to Serfdom, de weg naar slavernij zelf. Maar dit heeft, het een heeft verband met het ander, omdat de weg naar slavernij vaak wordt beschouwd als een stichtingstekst van het neoliberalisme. Een boek waaraan de neoliberalen veel van hun ideeën en ook hun identiteit hebben ontleend. En in mijn verhaal van vandaag, van ongeveer een kwartiertje, wil ik stilstaan bij wat dat neoliberalisme van Hayek dan inhield. En ook heel belangrijk bij dit boek, aan welk publiek de weg naar slavernij nou eigenlijk was gericht. Om daar iets van te begrijpen, en vooral ook wat dat neoliberalisme inhoudt, moeten we terug in de geschiedenis. Of, nou ja, eigenlijk hoeft dat niet, maar ik ben historicus, het is mijn vak, daar heb ik iets over te vertellen. Allereerst naar het jaar 1929, het jaar dat op Wall Street de beurzen instortten en een economische crisis ontstond die zijn weerga niet kende. Massawerkloosheid, bestaansonzekerheid voor velen. En die enorme economische chaos
zorgde er eigenlijk voor dat de overheid er niet omheen kon om in de economie in te gaan grijpen. Als we naar de huidige situatie kijken met de gasprijzen, dan kunnen we een beetje voorstellen dat in tijden van grote economische schokken een overheid niet niks kan doen. En in de jaren 30 betekende dit nogal wat voor het aanzien van het klassiek liberalisme en het beginsel van wat heet laissez-faire. Hè, het idee dat markten het beste functioneren als de overheid ze ongemoeid laat. Dan waren er in de jaren 30 stemmen die opgingen, en die ook sterk klonken, om op allerlei manieren in de markt te gaan interveneren. Er waren plannen om werkloosheid in hoge mate te gaan bestrijden. De bekendste naam daarvan is Keynes. Er waren allerlei plannen voor vergaande sociale zekerheid. En Friedrich Hayek en zijn geestverwanten waren daar geen voorstander van en zochten een manier om de vrije markt ook vrij te laten tot op zekere hoogte, zonder terug te vallen op het beginsel van laissez-faire, want ook zij meenden dat de overheid wel iets moest doen. En in een bezinning op wat dat liberalisme van hen, wat wel voor de vrije markt stond, dan zou moeten behelzen, kwamen Hayek en een aantal geestverwanten in 1938 in Parijs bijeen op het zogeheten Walter Lippmann Colloquium. En op die bijeenkomst muntten zij het begrip neoliberalisme ter aanduiding van hun eigen denkbeelden. Hayek identificeerde zich met dat neoliberalisme en zet zich in de weg naar slavernij dan ook af tegen het klassiek liberalisme waarvan hij zijn neoliberalisme probeert te onderscheiden. Waarschijnlijk heeft niets de liberale zaak zoveel schade berokkend, zo schrijft hij in The Road to Serfdom in 1944, als het hardnekkig vasthouden van sommige liberalen aan bepaalde globale vuistregels, met name het beginsel van laissez-faire. En dat hij met deze verhandeling niet alleen maar economisch-wetenschappelijke, maar ook politieke bedoelingen had, schrijft hij al in de eerste twee regels van het boek. Wanneer een sociaal wetenschapper een politiek boek schrijft, moet hij dat duidelijk te kennen geven. Dit is een politiek boek. Hayek liet zich in de weg naar slavernij dus in zekere zin kennen als een politicus, maar niet in de reguliere zin van het woord, want hij was geen partijpoliticus en dat wilde hij ook niet zijn. Hierin leek hij dan weer wel enigszins op klassiek liberalen uit de 19e eeuw. Hij had weinig vertrouwen in dat politieke partijen, met name in de context van het parlement, het verschil zouden maken. En streefde eerder een ideeënstrijd na waarvan hij meende dat er echt dingen politiek veranderden als je nieuwe ideeën in meerdere partijen tegelijk en ook in allerlei andere organisaties ingang zouden vinden. Hayek dus niet als partijpoliticus, maar als ideeënpoliticus. En om die ideeënstrijd dichterbij te brengen, richtte hij met gelijkgestemden in 1947 de zogenaamde Mont Pèlerin Society op. Een gezelschap dat vernoemd werd naar het Zwitserse bergplaatsje Mont Pèlerin, heel chic, boven het meer van Genève. En dat was een denktank van intellectuelen bedoeld om het neoliberalisme vorm te geven. We zien hier foto's van die eerste bijeenkomst, slechte kwaliteit, maar ja, het was nou eenmaal niet beter, Hayek links. Die Mont Pèlerin Society werd een succes. Ook hier in Nederland overigens, want Nederlanders haakten al in 1949 bij de Mont Pèlerin Society aan en slaagden er meteen in om die Mont Pèlerin Society voor hun derde bijeenkomst naar Nederland te halen in 1950 in Bloemendaal. En daar hebben we nog een paar leuke kiekjes van. We zien hier links de Mont Pèlerin Society in rondvaartboten van rederij Kooi. De foto had eigenlijk ook gisteren genomen kunnen zijn, is daar niet zoveel veranderd. En rechts Hayek met het koddige hoedje op de afsluitdijk. Een voorbeeld van staatsplanning waar de neoliberalen huns ondanks toch wel mee pronkten. Voorbij zijn de dagen, schreef Hayek in 1952, dat enkele achterhaalde liberalen eenzaam en bespot hun weg zochten zonder contact met de jeugd. Eindelijk is er contact gelegd tussen de voorstanders van het neoliberalisme. Einde citaat. Maar wat hield dat neoliberalisme, een begrip dat Hayek dus ook zelf in de mond nam, nou eigenlijk precies in? Ik noemde net al dat de neoliberalen geen voorstanders waren van vergaande overheidsinterventies met oog op het behoud van werkgelegenheid en sociale zekerheid. En ze waren dan ook tegenstanders van de sociaal-liberalen. En ik heb ook al genoemd dat ze ook het klassiek liberalisme afzwoeren. Wat neoliberalen beoogden, was een overheid die zich sterk zou maken voor het behoud van de vrije markt. Niet door die markt gewoon maar vrij te laten, maar door die markt aan te jagen. De overheid als aanjager van de vrije markt.
Hoe zou de overheid dat moeten doen? Binnen de economie door monopolies en kartels te bestrijden. In eigen huis, de overheid in eigen huis, door concurrentiemechanismen in te voeren op plekken waar die niet van nature aanwezig waren. Denk aan markt, wat we tegenwoordig marktwerking noemen en wat we nu bijvoorbeeld kennen in onderwijs en in zorg. En hier toont zich een heel belangrijk verschil met de klassiek liberalen. Want uiteindelijk is het voor Hayek de vrije concurrentie die onze individuele vrijheid waarborgt. Dat zijn niet primair zaken die vastgesteld zijn in procedures in de grondwet, maar het is primair het vrije concurrentiemechanisme zelf. Want, dat was Hayek's redenering, in democratieën zit een verdacht element. En dat verdachte element bestaat eruit dat democratieën gebaseerd zijn op meerderheidsbesluiten. Daar zitten twee risico's aan. Het eerste risico is dat bij zo'n meerderheidsbesluit de minderheid, die je dan per definitie aflegt, onvoldoende wordt gekend. Maar het grotere risico is nog dat je van een meerderheidsbesluit eigenlijk nooit precies weet wat het waard is, zegt Hayek. Want oké, het komt in meerderheid door een parlement heen. Maar hoe weet je van zo'n vertegenwoordigende democratie dat die parlementaire meerderheid ook die achterban dekt? Kan een overheid in al die miljoenen hoofden kijken? En Hayek zegt eigenlijk, het is veel beter om waar het kan met markten te werken, waar individuen zelf hun voorkeuren kunnen aangeven en met de voeten kunnen stemmen. En ook hierover heeft hij het in De Weg naar Slavernij. Hij zegt in dit verband, het is niet de bedoeling de democratie tot een fetish te maken. Democratie is in wezen een middel, een utilitair gereedschap om de interne vrede en de individuele vrijheid te waarborgen. Als zodanig is het absoluut niet onfeilbaar en zeker. Evenmin mogen we vergeten dat er vaak veel meer culturele en geestelijke vrijheid is geweest onder een autocratisch bewind dan in sommige democratieën. En het is op zijn minst denkbaar dat onder het bewind van een zeer homogene en doctrinaire meerderheid een democratisch bestuur even onderdrukkend zou kunnen zijn als de ergste dictatuur. Hayek zou zijn leven lang aan deze overtuiging vast blijven houden. Democratieën waren feilbaar omdat het meerderheidsstandpunt feilbaar was. De concurrentie van de vrije markt waarborgde individuele voorkeuren en daarmee de menselijke vrijheid. Dat verklaart ook Hayek's achteraf nog bezien nogal pijnlijke steunbetuiging aan de gewelddadige coup van de dictator Augusto Pinochet in Chili in 1973. Iets waarover hij later meermaals is bekritiseerd. Pinochet zette de socialist Salvador Allende af en begon vervolgens aan een sterk neoliberaal geïnspireerde marktpolitiek. Zodanig zelfs dat hij zijn grondwet zelfs de Constitution of Liberty noemde. Dat was rechtstreeks een verwijzing naar precies dezelfde titel van een van de boeken van Hayek. En Hayek schreef in een artikel in de Times dat hij, citaat, niet één persoon kon vinden in het veelbelastende Chili die niet geloofde dat de vrijheid veel groter was onder Pinochet dan onder Allende. En dat was een pijnlijke uitspraak, want de gemartelde en vermoorde tegenstanders van het regime waren inderdaad letterlijk onvindbaar. Wat dit voorbeeld, denk ik, duidelijk maakt, is dat Hayek in The Road to Serfdom weliswaar voor vrijheid pleitte, maar daarmee niet per definitie vrijheid in een democratische context voor ogen had. De vrijheid van het individu werd volgens hem eerder uitgeoefend op de markt dan in het stemhokje. En daarover zei hij, citaat, het eerste is onmisbaar voor de individuele vrijheid, het tweede niet. Einde citaat. Het is vanuit die redenering dan ook begrijpelijk dat Hayek de slavernij, niet zo, waartegen hij strijdt, niet zozeer zoekt onder de vijanden van de democratie, maar allereerst onder de vijanden van de vrije markt, de socialisten. En hij droeg De Weg naar Slavernij dan ook op aan alle socialisten in alle partijen. Het zijn volgens Hayek bovenal de socialisten die, weliswaar met goede bedoelingen, de weg naar slavernij hebben geplaveid. Allereerst zijn dat socialisten in de Sovjet-Unie. Maar het geldt ook voor Nazi-Duitsland, want het nationaal-socialisme beschouwde Hayek ook als een vorm van socialisme. En, saillant, uiteindelijk geldt het bij hem ook voor sociaal-liberalen en sociaal-democraten, die weliswaar vol goede bedoelingen zitten, maar met hun neiging om de markt steeds verder in te dammen, ook steeds, zonder dat zelf misschien te beseffen, een stapje dichter bij de totalitaire staat komen.
Die hellend vlak redenering van Hayek is al door tijdgenoten zeer in twijfel getrokken in de jaren 40. Want Hayek's eigen voorbeelden, de Sovjet-Unie en Nazi-Duitsland, lijken het te weerspreken. Lenin, immers, kwam via een revolutie aan de macht na een politiek primaat. Pas daarna werd de planeconomie ingevoerd. Het is niet alsof tsaar Nicolaas II eerst een tijdje met de planeconomie zat te knutselen en dat vervolgens Lenin daaruit voortkwam. Hitler kwam weliswaar in de crisis van de jaren 30 aan de macht en experts zijn het er over het algemeen over eens dat economische omstandigheden bij zijn opkomst erg belangrijk zijn geweest. Maar meestal wordt dat toegeschreven aan een gebrek aan regulatie, niet een teveel. Zou een teveel aan regulatie de oorzaak zijn geweest voor Hitlers opkomst? Waarom heeft er bijvoorbeeld dan de Verenigde Staten na de New Deal van Roosevelt niet een snelle opkomst van het nationaal socialisme meegemaakt? Niettemin zal Hayek zijn leven lang het standpunt blijven huldigen dat ook het sociaal-liberalisme en de sociaaldemocratie op zijn minst het gevaar in zich droegen te ontaarden in dictatuur, zoals hij nog in 1976 schreef. We leven in een bezeten wereld, schreef de historicus Johan Huizinga in 1935 in een boek dat ook een inspiratiebron voor neoliberalen is geweest. Zou Hayek onze huidige tijd kunnen aanschouwen, dan zou hij deze bezeten wereld met zorg hebben bezien. Haast alles waartegen hij waarschuwde, heeft de laatste tijd weer de kop opgestoken. De klimaatcrisis maakt grootschalig optreden op vrij korte termijn waarschijnlijk en volgens velen ook noodzakelijk. De oorlog met Oekraïne, prijscontroles nu op gas, mogelijke nationalisaties van energiebedrijven, het zijn allemaal zaken waar Hayek zeer tegen gekant was, in elk geval destijds. De thematiek die Hayek aansneed is dus weer actueel en wat dat betreft had de nieuwe vertaling van de weg naar slavernij op geen beter moment kunnen komen. Juist nu ons vertrouwen in de markt wat lijkt te zijn afgebrokkeld en de plannende overheid soms enthousiast, soms tegen wil en dank weer terug lijkt te zijn, bijvoorbeeld in ons klimaat-, woon- en prijsbeleid, is het tijd om ons eens af te vragen aan wie wij onze vrijheid danken en wie die vrijheid het beste beschermt. Ik ben heel benieuwd naar de discussie. Dankjewel, Bram Melling. Dan wil ik nu naar voren vragen Marijn Oudenamse, socioloog, politicoloog, gespecialiseerd in onderzoek naar politieke ideologieën. En hij schreef onder andere de conservatieve revolte over de fortuinopstand en dus neoliberalisme. En het voorwoord bij deze nieuwe uitgave, zoals ik al een paar keer heb verteld. En Juri Albrecht, directeur van de Bali. Hij studeerde geschiedenis, filosofie, internationaal recht en European politics. Maar ik heb hem vooral uitgenodigd omdat je vertelde dat je dit eigenlijk twee boeken zijn die je inspireert om dit werk te doen. The Open Society van Karl Popper en The Road to Serfdom. Heb ik dat goed gezegd? Ja, dat zijn twee zeer inspirerende boeken, absoluut. Ja, zeker. En wat inspireert haar aan het boek The Road to Serfdom? Nou, heb je even. Ik vind het interessant dat hij... Je moet altijd zoeken naar boeken die geschreven zijn door mensen die daar een bepaald idee bij hebben. Zeg maar, hij schreef het zo in de oorlogstijd. Hij werd geconfronteerd met twee wereldrijken die alles kort en klein sloegen wat we in de wereld zagen. De Sovjets en de nazi's. Daar was natuurlijk Mussolini al aan vooraf gegaan. En hij kwam als Joods, Duits, Tsjechische man uit dat Oostenrijk-Hongarije. En hij vroeg zich af, als balling in Engeland, wat is er in vredesnaam gebeurd? Dus dat boek, ik heb het even niet even over de man Hayek als geheel, maar over dit boek. Het boek The Road to Serfdom. Hoe zijn we terechtgekomen op een plek? En ik vind ook de vertaling, zeg maar, de weg naar slavernij, ja, dat kan. Maar het is natuurlijk ook de weg naar onderworpenheid. Dus hoe is dat gebeurd? En je hebt Friedrich Meinecke, die Deutsche Katastrophe, fantastisch boek, vlak na de oorlog geschreven. Je hebt Wassily Grossman, die grote roman Leven en Lot. Wat is er gebeurd? En dat heeft Popper ook, schreef hij op hetzelfde moment, schreef hij zo'n boek, The Open Society and Its Enemies. En als je dan zijn analyse leest van een man die dat heeft meegemaakt, dan vind ik dat behoorlijk inspirerend over hoe hij nadenkt over de krachten in de samenleving
die leiden onvermoed en soms met de beste bedoelingen tot een plek waar je komt als samenleving die niemand, of tenminste weinigen, sommigen misschien wel, maar weinigen hebben gewild. En dat vind ik inspirerend eraan, zeg maar, die intellectuele zoektocht. En Marijn, die analyse die hij maakt, in hoeverre vind je dat het klopt dat die krachten die hij beschrijft, dat dat ook de krachten zijn die komen tot dat waar hij zegt dat dat toe, na de slavernij dus eigenlijk, serfdom. Ja, nou ja, kijk, wat altijd heel belangrijk is, denk ik, om te vermelden in het boek, dat Hayek inderdaad een criticus was van het totalitarisme, van het fascisme, van het nazisme. Maar dat dat altijd gelijk opging met een kritiek van het democratisch socialisme. En dan hebben we het dus niet over de meer autoritaire vormen van socialisme. Nee, dan hebben we het over het type socialisme dat bijvoorbeeld werd voorgestaan door de socioloog Karl Mannheim, een tijdgenoot van Hayek, die ook het meest uitvoerig in het boek wordt geciteerd en genoemd. Wat de inspiratie was voor veel Europese sociaaldemocraten. En de stelling van Hayek, dat zijn grootste gif, dat reserveerde hij voor die democratisch socialisten, omdat hij hen eigenlijk als het voorportaal zag van het nazisme en het communisme. En Karl Popper, die je net al noemde, een naaste collega van Hayek, die zei ook van ja, het mooiste aan die Mont Pèlerin Society, waarvan hij medeoprichter was samen met Hayek, is dat het weerwoord heeft geboden aan de ideeën van Keynes en de sociaaldemocratie. Dus dat zag hij als het centrale doel van die beweging. En wat jou betreft is die analyse dan daar op zijn juiste plek? En ik denk dus dat als je gaat kijken naar de opkomst van het nazisme in Duitsland en de opkomst van het communisme, Bram had het er net al kort over, dan kun je heel moeilijk beweren, en historici zijn er over het algemeen redelijk sceptisch over die verklaring in The Road to Serfdom, dat uit het socialisme en de planningsgedachte is voortgekomen. Het is natuurlijk wel zo dat er onder de nazi's zoiets bestond als wat later door Adam Tooze military Keynesianism is genoemd. Hè? Dus die nazi's die experimenteerden ook met, die konden hele uitgebreide wegennetwerken bouwen. Daarom werden ze allom gewaardeerd, de Volkswagen en dat soort dingen. Maar waar Hayek aan refereert is nog een eerder moment. Hij heeft het aan het einde van de 19e eeuw, heeft hij de opkomst van socialistische denkbeelden in Duitsland. Maar dan heeft hij het eigenlijk over de Bismarckiaanse welvaartsstaat. En het grappige is dat als je dat als historicus leest, ik ben zelf geen historicus, politicoloog, maar ik ben een halve historicus, ik word daar ook wel mee verward. Ja, dan weet je dat Bismarck de meest felle tegenstander van het socialisme was. En dat de bedoeling van al zijn hervormingen juist was om het socialisme te bestrijden. Nou ja, die ideeën van Bismarck worden dus door Hayek eigenlijk gelijkgesteld met het socialisme zelf. Dus dan krijg je een heel raar wereldbeeld. Dus in die zin denk ik niet dat die analyse klopt. Juri, je schudt aan je hoofd. Waarom? Ja, kijk, deze historische stammenstrijd, dat klopt allemaal wel, wat Marijn Adams. Ik ben ook historicus, dus zeg maar zijn oppositie daartegen. Maar zo lees ik dat boek helemaal niet. Dus het is interessant, vind ik, wat zijn analyse is over hoe een samenleving ontspoort tot een plek waar iedereen onvrij is. En dat klopt wel. Kijk, die aanval. Hij was overigens zelf niet al te lange tijd, maar vrij lang toch als in zijn ideeënwereld verwant met de sociaaldemocraten. Als jonge man in Wenen enzovoort. Dus, en dat in een tijd waarin het in zijn sociale milieu natuurlijk helemaal niet gewoon was om te doen. Dus hij zit daar veel dichterbij dan ik denk. Maar die stammenstrijd vind ik minder interessant. Ik denk dat Bismarck onder andere die sociale hervormingen doorvoerde puur en alleen maar om te zorgen, want het was algemeen kiesrecht in Duitsland, het enige land in de wereld waar dat op het moment al inging voor mannen dan. Omdat hij bang was voor een socialistische overwinning. Dus het waren wel degelijk natuurlijk socialistische ideeën die hij incorporeerde. Maar dit soort, zeg maar, ja, gehakketak over de stammenstrijd toen vind ik minder interessant dan de notie dat
monopolies, zeg maar, en dat te veel machtsconcentratie kan leiden tot een samenleving die niemand wil. En wat ik zo interessant vind als je dit leest in een tijd, en we refereerden natuurlijk jij ook net aan, in een tijd waarin hij in zekere zin zeker actueel is, omdat als je dit leest met, zeg maar, ik toen ik aan begon te lezen, dacht ik, ja, hij is dus de ideoloog van het neoliberalisme en zo, maar met net zoveel recht zou je Hayek kunnen gebruiken om op dit moment antitrustwetgeving en het breken van monopolies van doorgedraaid grootkapitalisme te bestrijden. Dat staat er ook heel duidelijk in. En ik, dus als je ziet hoe hij zich zorgen maakt over staatsmonopolies en zich zorgen maakt over private monopolies, en hoe hij eigenlijk de samenleving tussen Scylla en Charybdis door probeert te manoeuvreren omdat hij bang is voor die twee, dat vind ik heel interessant. Dus ik vind het feit dat hij zo hamert op de founding fathers en hun antitrust ideeën die daar al in zaten, vind ik heel interessant, want een hoop van de mensen die hem, zeg maar, in de jaren 70 en zo op het schild gehezen hebben, die hadden die boeken natuurlijk nauwelijks gelezen. Dus als je het boek wel leest, en ik heb het even over dit boek, dus niet over het feit dat hij zich liet vetteren door Augusto Pinochet, een idioot idee natuurlijk van hem, hij had beter moeten weten en zo. Maar je moet je voorstellen dat hij een man was die, toen hij op LSI zat, met een zwaar Duits accent, ik weet niet of jullie die film gezien hebben, Or How I Love to Learn the Bomb, waar zo'n Duits-talige, tenminste een Engelse, een Duitse wetenschapper met een Duits, in een Engelse, Angelsaksische wereld met een Duits accent. En dat was hij natuurlijk. Dat is gedeeltelijk gebaseerd op Hayek. Hij werd zwaar gediscrimineerd. Hij was ontzettend in het defensief. Dus dat hij zich aan het eind van zijn leven liet verteren, dat vind ik niet interessant. Wat ik interessant vind in dit boek, is het feit dat een hoop neoliberalen van de afgelopen 40 jaar zouden hier uit hebben moeten leren dat het ongebreidelde kapitalisme, wat zeg maar rampant is geweest laatst weer, niet is wat hun zogenaamd grote voorganger schrijft. Denk je, ben je het eens met die analyse, Marijn? Nou ja, ik vind het wel. Ik denk wel dat je enigszins selectief bent in de manier waarop je het waardeert. Ik heb het over dit boek, hè? Ik heb het niet over de bom. Ik denk wat Bram nou net al een voorzetje daarvoor heeft gegeven, is dat je hebt het over Hayek en zijn ideeën over het waarborgen van vrijheid ten opzichte van machtsconcentraties. En wat je dus heel erg ziet, is dat hij die machtsconcentraties nogal eenzijdig, hè? Dus hij bestrijdt ook kartels binnen de markt. Maar de machtsconcentraties bij de overheid zijn bij Hayek altijd nog vele graden erger dan die bij de markt. En bij de Chicago School, waar Hayek een tijd heeft gezeten, daar was dat ook uiteindelijk de conclusie, hè, dat het overheidsingrijpen om kartels te bestrijden was zo mogelijk nog erger dan die kartels zelf. Maar dat is toch wel echt iets anders dan in dit boek staat. Ik ben nog niet uitgepraat. Hè. Die onevenwichtigheid bij Hayek, die zie je dus ook heel erg met zijn begrip van vrijheid. Dus dat Hayek zich liet vetteren door Augusto Pinochet is niet een soort van een zijthema dat helemaal geen enkele relevantie heeft met zijn andere ideeën over vrijheid. Nee, het daar zit een kerngedachte. Hè, dat een dictatuur, hè, een liberale dictatuur, is volgens Hayek te prefereren boven een democratisch bewind. Ja, dat schrijft hij in een stuk in de Times ergens in de jaren 70. Een idioot idee natuurlijk. Dat zit bijna letterlijk in wat hier in dit boek wordt geschreven. We hebben net dat citaat voorbij zien komen. Maar dat citaat is heel interessant. Dus, vind ik een heel goed citaat. Daar zit denk ik het verschil. Maar zou je zeggen dat als hij dat letterlijk heeft gezegd, en dan is dat een paar jaar later, dan is dat toch, kan het op een manier dan toch afdoen aan de ideeën die in dat boek zitten? Dat vind ik niet speciaal. Kijk, ik vind, dit is geschreven op het moment dat in de wereld halverwege de 20e eeuw de totalitaire staat leek te winnen. Stefan Zweig pleegde zelfmoord na het schrijven van Die Welt van Gestern. Hij schreef dit boek. Ik denk dat je een schrijver en een
Dus ik zie hem ook niet als ideoloog. Ik bedoel, die ideologie, je moet hem niet letterlijk nemen. Natuurlijk moet je niet een van de economen in de helft van de 20e eeuw heel letterlijk nemen. Maar wat is er interessant aan het boek, wat is inspirerend aan, dat is het feit dat hij met gedachtenvorming tracht te komen tot hoe komen we hier? He, op een plek, op een moment in de geschiedenis dat dat er echt toe doet, met een levenservaring die er ook echt toe doet. En overigens, dat citaat hier net, dat is dus vind ik hartstikke interessant. Kijk, democratie alleen. En je moet je goed herinneren dat hij natuurlijk aan de lijve ondervonden had als minderheid in Centraal-Europa hoe gevaarlijk het is om een minderheid te zijn. Democratie alleen waarborgt niet de rechten van de minderheid. En dus 51% kan voor 49% de doodstraf invoeren. Dat kan. En dus in die zin is die notie die daaruit spreekt, dat citaat, een mooi citaat, is natuurlijk dat democratie zonder rechtsstaat, hè, en zonder inderdaad de kracht van het individu en de consument, die heeft democratie alleen. Alleen democratie is geen waarborg voor niet vervolgen, bijvoorbeeld. Hè. We hebben allerlei democratische staten gehad, de DDR bijvoorbeeld, hè, die in zijn naam ook democratisch is. Dus de democratie alleen is niet. En die notie die zich hierin heel duidelijk ontvouwt, vind ik een hele nuttige notie, bijvoorbeeld. Ja, maar nu doe je het voorkomen alsof Hayek in zijn boek een pleidooi ter verdediging van etnische minderheden houdt. Maar daar gaat het boek veel minder om. Het gaat veel meer om het waarborgen van de vrije markt. Vrije individu. Ja, maar het vrije individu ontstaat uit de vrije markt. Die zijn bij Hayek, en dat zie je ook in het boek, die zijn inherent met elkaar gelinkt. Hij ziet de vrije markt als voorwaarde voor de vrijheid van het individu. Ja, hij ziet daar de rol van de staat als cruciaal in. Dat is heel interessant. Daar zijn we het over eens. De toevoeging die hij daaraan doet, zeg maar, dus ongebreideld kapitalisme, is eigenlijk, als je het boek goed leest, net zo gevaarlijk als ongebreidelde staatsmacht. En het is gebruikt door velen, ik bedoel, we zijn het ook helemaal over eens, om die ongebreidelde kapitalistische macht te onderbouwen, te schragen. Maar dat is onterecht, vind ik, als je het boek leest. Ja, en Marijn, want in hoeverre heeft hij zelf, zeg maar, die ideologie van het neoliberalisme ook verspreid? Nou, je ziet dat hij een heel erg belangrijk organisatorisch figuur is ook geweest. Hè? Dus hij was niet enkel een intellectueel die schreef en die opiniestukken publiceerde. Maar hij was als onderdeel van die Mont Pèlerin Society. Hij was feitelijk het oliemannetje tussen al die verschillende takken van de wereldwijde neoliberale beweging die hij heeft helpen opzetten. Die rol die is later overgenomen door Milton Friedman. De ster van Hayek verbleekte. Friedman had meer van dat Amerikaanse optimisme, wat aanstekelijk was. En Friedrich Hayek was toch altijd toch wel dat tragische, sombere figuur. Je moet ook bedenken dat in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog was er overal natuurlijk, het waren de gouden jaren van het kapitalisme. En Hayek's waarschuwing dat een overheidsinterventie tot een totalitaire dictatuur zouden leiden. Hij was een soort Cassandra-figuur. Wat was het moment dat hij zeg maar gelijk kreeg in de geschiedenis? Nou, je ziet dus dat het begint, die hele de sfeer binnen de economie begint om te slaan in de jaren 70. Dan heb je de stagflatiecrisis. En je hebt economische stagnatie en hele hoge inflatie. Het lijkt oppervlakkig gezien vergelijkbaar met hoe het nu gaat. Maar het grote verschil was natuurlijk dat toen de macht van de vakbeweging veel groter was. Er was toen een prijscompensatiemechanisme. In Nederland, maar in heel veel landen. Er werd heel, heel sterk ingegrepen in de prijzen. Maar ook al als je een werknemer was, dan kreeg je die inflatie gewoon gecompenseerd in je loon. Dus er stond al snel werd dat een mechanisme dat zichzelf ging versterken. Dus het werd al heel snel duidelijk dat er een soort van een forse breuk moest plaatsvinden met dat Keynesiaanse model dat in de jaren 60, 70 heel dominant was geworden. Dat is het moment eigenlijk dat je een omslag ziet binnen het economisch denken. Hayek die wint
zeg maar uit het niets. Hè. Hij was heel erg op de achtergrond verdwenen, wint hij de Nobelprijs. 1974, 2 jaar later volgt Milton Friedman. Was het eigenlijk een beetje nadat de geschiedenis, dat er de gebeurtenissen waren die hem gelijk hadden gegeven, of was dat al daarvoor? Nou, dat hij de Nobelprijs won. Ik denk dat je veel meer kunt zeggen dat Milton Friedman eigenlijk degene was die echt praktische antwoorden had op de problemen van die tijd. Hayek was veel meer de filosoof en de grondlegger van dat gedachtegoed. En je ziet ook heel veel van Hayek terug bij Milton Friedman. Capitalism and Freedom, de grote klassieker. Van het gedachtegoed neoliberalisme bedoel je dan? Ja, van het neoliberale gedachtegoed. Dus als je Capitalism and Freedom bekijkt, echt de grote klassieker van Friedman, dan zie je daarin alle grote thema's van Hayek uit Road to Serfdom weer terugkomen. Maar het was Friedman die hele concrete antwoorden had van hoe gaan we dat oplossen? Nou, door de rentes omhoog te gooien bij de centrale banken, het monetarisme. Dat zien we nu ook weer gebeuren. Dus in die zin is dat heel relevant. En dan krijg je dus Thatcher en Reagan. Die werden gevoed door ideeën van denktanks van mensen die verbonden waren aan die Mont Pelerin Society. Dus je moet je echt voorstellen, die kwamen bijeen in die bijeenkomst in Genève, die ze dan om het jaar hadden, en lokale bijeenkomsten. Dat was een wereldwijd netwerk van vrije markt, denktanks, Institute of Economic Affairs, opgericht op advies van Hayek. In Groot-Brittannië was grote macht achter Thatcher, grote intellectuele macht, sorry. En in de Verenigde Staten, Heritage Institute en een aantal andere belangrijke grote denktanks achter Reagan. Dat waren de belangrijke invloeden in die tijd. En dan zie je dat als de Berlijnse muur valt, dan krijg je echt het moment dat mensen zeggen, oké, Hayek, guru van de vrije markt, hij heeft gelijk gekregen. De vrije markt is superieur aan de planning en heeft het overwonnen. Eigenlijk pas echt met zijn dood is hij als... Nou ja, trouw in 1992 overleed hij in de val van de muur. 1990. Trouw Nederland, in Nederland, die kopte dan ook met de guru van de vrije markt heeft gelijk gekregen in alles. Nou ja, en later werd dat natuurlijk wel weer wat getemperd. En sinds de financiële crisis van 2008 is er een veel kritischere discussie over dat vrije marktdenken. Maar zo is dat historisch gegaan. Ik heb het gevoel dat je iets wil voorlezen. Nog even wat uitlezen. Dit is allemaal een historische uiteenzetting over dat hij dan het oliemannetje, de grote man of de boze man. Omdat er wel eens wat van die heren met zijn hoedje in een rondvaartboot zaten. Zeker, hij is door allerlei mensen gebruikt. Er zijn ook economische theorieën om allerlei... zeer overdreven kapitalisme. Als je het over dit boek hebt, en volgens mij hadden we het erover, en niet speciaal over... Ja, maar is hij gebruikt? Dat is dan de vraag. Hij heeft zich ook later gebruiken, maar kijk, waarom is het onder andere zo relevant? We stappen even van dat plannen heen. Hè? Maar dat plannen, dat inzicht wat hij daar in dit boek vertolkt over hoe gevaarlijk plannen is. Dus als de planners aan de macht zijn, en de vakmensen niet. Dus het middelmanagement of de... En er is één reden, efficiëntie, om... En dat wordt een soort ideologie. Dat is een gevaarlijke maatschappelijke tendens. En als hij bijvoorbeeld The End of Truth, hoofdstuk 11, schrijft... hoe dat opgaat voor bijvoorbeeld een aantal dingen die je uit het internet op dit moment ziet komen. Het moet allemaal efficiënt en gepland. Dus de manier van kijken naar een samenleving... Je moet dit natuurlijk niet opvatten als... Kijk, jij ziet hem binnen, geloof ik, een beetje als een soort... een ideologische tegenstander. Ik ben gewoon intellectueel geïnteresseerd in een man die antwoorden probeert te vinden. En wat interesseert je dan aan dat laatste, als je dat even afmaakt, die analyse van de efficiëntie en hoe je dat nu terugziet? Het idee, die end of truth. Dus mensen moeten eigenlijk enthousiast worden voor de planners. Want het idee hebben dat moeten ze geïnternaliseren. En dan moeten ze daar zo efficiënt mogelijk achteraan rennen. Dat is een systeem wat je bijvoorbeeld bij de Ford-fabrieken... Het was ook niet voor niks dat de Ford-fabrieken opgezet waren door iemand die buitengewoon enthousiast was over het fascisme. De automatisering en het eruit halen van de menselijke factor, zeg maar, is een feature of modernity, zeg maar, van de moderne tijd, die inderdaad behoorlijk gevaarlijk kan worden als je hem groot maatschappelijk uitrolt. En
Maar volgens mij is dat niet zijn kritiek op planning. Ik bedoel, ik weet niet wat je nu aan refereert. Maar zijn kritiek op planning is veel meer dat het gaat, dat komt voort uit het socialistisch calculatiedebat in de jaren 20 en 30. Ja, en dat gaat erom. Wrijft de nazi's net zo hard aan, hoor. Dus dat... Ja, maar dat gaat er dus om dat. Dat hij ziet dat een planner die kan nooit alle behoeftes en verlangens in de samenleving als geheel overzien. Dus hij maakt één axioma leidend en dat is gevaarlijk voor de rest. Lijkt me dat we dat ook wel regelmatig zien op dit moment bij de beslissingen die de overheid neemt om maar, zeg maar zo efficiënt mogelijk zonder op de andere politieke factoren te letten. Dus de planner kan dat inderdaad niet overzien. En het gevolg daarvan is dat er slachtoffers vallen aan de randen van de planning, zeg maar. Nee. Zijn kritiek is veel meer. Ik vind het wel belangrijk om dat echt scherp te hebben. Zijn kritiek is veel meer dat planners, die kunnen dat dus niet overzien. Die komen Precies. dan met een plan. Maar daarvoor kunnen ze niet per se een democratische meerderheid voor elkaar krijgen. En het probleem is dat als je één planner hebt, dan heb je hebt meerdere planners, maar die kunnen volgens Hayek nooit tot wilsovereenstemming komen. Dat ziet hij als eigenlijk vind ik dat wat jullie zeggen nog redelijk op elkaar lijkt. Ja, nee, maar laat me doorgaan. Okay. En dan zegt dus, dan gaan die planners die gaan elkaar in de haren vallen. En dan moet er een sterke man gaan opstaan om dat plan door te voeren. Dus wat Hayek heel sterk ziet, is dus dat zo'n centralistisch plan... Schrijft hij ook wel een beetje de Sovjet- en de nazistaat mee, hè? Ja, precies. Dus dat is zijn stelling. En ik denk zelf dat dus hij heel erg het vermogen van democratisch overleg en wilsovereenstemming onderschat. Hè? Dus hij is iemand die heel sceptisch is over de democratie. Maar hij ziet het ook als onmogelijk voor mensen om compromissen te sluiten op het gebied van planning. Ja, maar hij is niet sceptisch over democratie, tenminste niet in dit boek. Hij zegt dat de democratie alleen niet genoeg is. Dus hij zegt bijvoorbeeld iets over de macht van de consument. Hij zegt iets over. Dus hij vindt het democratisch, het 51% niet genoeg. Dus hij is niet. Two cheers for democracy. En dat is Churchill. En Churchill is natuurlijk ook wel een nee, maar hij vindt democracy niet perfect. En er moeten meer waarborgen zijn voor de vrijheid dan de 51% alleen. Laat even Hayek er zelf bij pakken. Ik heb een fragment uit 1977 in de talkshow Firing Line, waar die werd ondervraagd door Jeff Greenfield, een journalist en was ook een speechwriter van verschillende democraten. Laat even kijken. Would a simple redistributive policy on the part of government offend you or make you as concerned as the warnings you raised about a state that was intervening specifically all throughout our lives? In other words, a simple statement, make your money how you see fit, we will take X percent of it to heal the wounds of the poor. Is this as dangerous a policy? The answer is very definitely yes, because any redistributive policy requires a discriminating treatment of different people. You cannot, so long as you treat all the people according to the same formal rules, forcing them to act only to observe the same rule, bring about any distribution of incomes. Once you decide that government is entitled to take from some people in order to give it to others, this is automatically discrimination of a kind for which there can be no general rule. They are purely arbitrary. Why isn't the general rule all those in class A, $20,000 to $30,000 a year, pay X, all those in class B pay Y, all those in class C receive X? Why is it not a general rule as opposed to the... Well, it depends on... Because X doesn't equal Y. The very difficult question how you define a general rule. I mean, after long discussion in jurisprudence, it has come out that the essential point about a general rule is that you cannot predict who will profit from it and who will suffer from it. Any rule where you know beforehand who will be the gainers and who will be the sufferers is in that sense not a general rule. But now, does this fact that it is not a general rule make it nonetheless inadvisable?
inadvisable because once you authorize government to act arbitrarily, there's no limit to it. Denk je dat hij is zijn angst hier gegrond? Want het woord willekeurig, dat is eigenlijk wel interessant hier, arbitrary. Is dit willekeurig? Ja. Hoe hij dit hier gebruikt? Hij is bang voor de willekeur, hè, omdat als burgers ondergeschikt worden aan willekeur, hè, dan is er inderdaad geen end aan. Hè. Dus als je daar begint, dat vind ik nog wel een wijze uitspraak. Maar dit, ja, deze discussie over dit. Maar je bent het verder natuurlijk niet mee eens. Maar het grappige is, als je zijn accent hoort, hij was tegen. Ben je het hier niet mee eens met deze quote? Nee, ik ben het helemaal niet mee eens. Nee, absoluut. Nee. Maar die hele oude Hayek, ik heb het over dit boek, hè, iedere keer nadrukkelijk. En, wat ik hier dan weer grappig aan vind, die planeconomie, hè, die uit de oorlogseconomie voortkomt, hij is bang dat die planeconomie, die in de oorlogstijd wordt geïntroduceerd, vervolgens de rule wordt, de general rule. Het gaat alleen maar over progressieve inkomstenbelastingen hier, hè? Hier wel, ja, dat weet ik, maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. Nee, maar wat ik wel begrijp, is de angst dat als zeg maar 51% vindt dat we het zo doen, hè, omdat dat beter uitkomt, omdat dat arbitrary is. En wat je hier goed ziet, is de angst van de Centraal-Europese Joodse opvoeding, dat voor je het weet, er een of andere regel geïntroduceerd wordt, dat een of andere categorie niet deugt. En ik denk dat je dat ter harte moet nemen. Ja, dus met progressieve, ben ik het helemaal niet eens. Daar gaat het niet om. Het gaat erom, hoe komt het samen, en dan ga ik naar de zaal voor nog twee vragen. Dus in 1974 ontving hij dus de Nobelprijs. En daarna kwam een nieuwe versie van The Road to Serfdom uit. En daarbij schreef hij een nieuw voorwoord. Ja, daarin zei hij van, in The Road to Serfdom heb ik het socialisme bekritiseerd. Daarmee bedoelde ik eigenlijk niet het type socialisme waar mensen naar refereren als ze bijvoorbeeld kijken naar Zweden en als ze kijken naar progressieve inkomstenbelastingen of de verzorgingsstaat. Maar het is wel zo dat dat type beleid uiteindelijk toch op eenzelfde road to serfdom zou uitlopen. Ja, dus hij hield voet bij stuk in de jaren 70, dat hij met dat socialisme, dat neigde dus naar de totalitaire dictatuur, dat hij daarmee ook gewoon progressieve inkomstenbelastingen en een genereuze verzorgingsstaat. Ja, hij was niet een tegenstander van sociale zekerheid aan zich. We gaan niet het hele oeuvre van Hayek natuurlijk. Hij voor allerlei mensen. Nou, dat kunnen we op zich ook doen. Maar laten we dan nu eventjes gaan naar een vraag uit de zaal. Maar wacht even. Ja, zijn kritiek op zeg maar grote monopolies. De planeet wordt op dit moment totaal uitgehold door grote monopolies. Die waren er, als je Hayek volgt in dit boek, niet geweest. Dus de klimaatramp die we hebben, was niet gekomen als je gehouden had aan de manier waarop hij kijkt naar de gevaar van monopolies. He, dus, wacht, je denkt dus dat klimaatverandering voortkomt uit monopolievorm? Ik denk dat de uitbuiting van de planeet voor een belangrijk gedeelte komt doordat er te grote bedrijven te makkelijk aan extractie kunnen doen. Die hadden lang opgebroken moeten. Als je tenminste de road to serfdom. Als allemaal kleine bedrijfjes dat op gedecentraliseerde wijze hadden gedaan, dan was dat niet gebeurd? Grotendeels niet, nee. Ja, dat klopt. Oké, we gaan hier naar een vraag uit de zaal. Ja. Ja, het komt heel erg over alsof de overheid wordt gezien als één groot gevaarlijk ding. Maar zegt Hayek ook nog iets over de scheiding van machten die bescherming kan bieden voor het individu? Marijn? Dat is de Constitution of Liberty, het boek wat na The Road to Serfdom eigenlijk zijn belangrijkste zijn boek is. Hè. The Road to Serfdom is veel meer een kritiek en The Constitution of Liberty is veel meer zijn positieve visie, zelfs een soort liberale utopie over hoe die samenleving ingericht moet worden. En waar hij sterk voorstander was, was wat hij een gelimiteerde democratie noemde. Dus dat was een democratie waarin het ingrijpen van de overheid door een grondwet of andere wetten heel erg
sterk ingeperkt was. Dus de overheid, wat hij net op de video daar uitlegde, was zijn conceptie van rule of law. En dat betekent dus dat de overheid enkel algemeen geldige wetsregels kan scheppen en niet op arbitraire wijze kan ingrijpen en dus specifiek inkomensgericht beleid kan maken. Want dan begin je al stapjes te zetten op die road to serfdom. En dat was zijn grote visie. En je kunt zeggen dat ook ideeën over het opnemen in de wet, dat overheden geen budgettekorten mogen hebben. Wat in de Verenigde Staten bijvoorbeeld bij allerlei lokale overheden is gebeurd. Dat heeft ook sterk zijn voorkeur. Dus zit ook wel een Hayekiaans element in. Hier is nog een vraag. Hij ziet natuurlijk ook wel de rol van de pers en de rol van het publiek en de rol van de burger. Dat is heel belangrijk. En van de rechtsstaat. Dus ik bedoel, de burger is als hij je burger opvat als ambt, zeg maar, is een tegenwicht tegen andere stukken van de staat of van de staat eigenlijk. Ja. Ja, ik heb een. Dank voor de tip. Ik heb een vraag. Ik ben het wel met Juri eens persoonlijk dan. Hè, dat van Hayek een hele discussie over wie die was in de jaren 70 doet minder recht, denk ik, aan een aantal van zijn zeer grote ideeën, waar de Road to Serfdom natuurlijk één van is. Maar hij heeft een jaar later een echt, denk ik, fameus artikel geschreven, The Use of Knowledge in Society, waar hij het heeft over informatie. En dat de markt gaat niet alleen maar om kapitaal en de politieke organisatie van kapitaal, maar vooral en echt vooral over het feit dat elk individu een stem heeft. En als je dat niet waarborgt, dat je daarmee de werkelijke ondergang creëert. En dat artikel, dat heeft in zijn eerste. Ik ben benieuwd of er ook nog een vraag komt. Ja, ik wil iets. In het artikel wordt in de eerste 10 regels beschreven. Gewoon, dan stelt hij van, als je dat niet doet, als je die informatie niet waarborgt bij de burger, dan eindig je ofwel in een monopolie en een extreem kapitalistisch systeem, of je eindigt bij een systeem van volledige onderdrukking, vandaag de dag China. En dat probleem van het beheer van informatie, daar wordt helemaal niet over gesproken. En zouden jullie daar ook iets over kunnen zeggen? Ja, dankjewel. Nou, dat probeerde ik net een beetje aan te roeren met dat hoofdstuk 11, The End of Truth, en zijn belang wat hij hecht op het antwoord op de vraag hier. Dus zijn er countervailing powers, hè? Zijn er andere. En inderdaad is daar de pers, hè, en de burger, de gelijke verdeling daarvan, hè, en de toegankelijkheid een hele belangrijke in. In een ideale samenleving heeft dan iedereen ook toegang daartoe, en dat is dus niet zo. Maar dus het monopolie van kennis, hè, is net zo gevaarlijk als het monopolie van geld of het monopolie van. En dat vind ik. Nou, ik vind dat hoofdstuk 11, The End of Truth, vind ik inspirerend. Dat is eigenlijk een soort prelude naar dat essay waar jij aan verwijst, vind ik. Maar en daarom is het ook niet voor niks dat die weer relevant is, vind ik, in een internettijdperk, waar zeg maar sommige economische entiteiten zo'n monopolie hebben over het verspreiden van die waarheid, dat je hem, he, van die toegang tot waarheid, dat het burgerschap, dus ja, is een vrije samenleving met een vrije burger, gevaar loopt. En daarom vind ik hem, onder andere daarom vind ik hem weer heel relevant voor de ontwikkelingen die de technologie ons biedt om. Het is overduidelijk dat hij volgens mij Ortega y Gasset ook gelezen heeft. Maar het gevaar van de gelijkschakeling van informatie. Marijn, wil je daar nog iets aan toevoegen voordat we dus de wisseling van de wacht hier doen? Ja, nou, daar hebben we het eigenlijk al de hele tijd al over gehad eigenlijk. Want dat is precies zijn hele kritiek op centrale planning vergeleken met de markt. Dus de markt is voor hem een soort informatieprocessor. En het stelt mensen in staat om een heleboel informatie tot zich te nemen over de preferenties van andere mensen in de samenleving. Zonder dat er op een centraal punt eigenlijk een soort een persoon of een macht staat die dat allemaal overziet. Dat is de magie van het prijsmechanisme volgens Hayek. Dus daar gaat het heel sterk om, dat idee. En vandaar ook dus dat planners dat niet zouden kunnen doen vanuit een centraal punt. En ik ben er zelf van overtuigd dat dat een van zijn sterkste punten is in zijn filosofie.
Dank jullie wel, Juri Albrecht, Marijn Oudendamsen. Een applaus. Oudendamsen. En dan wil ik naar voren vragen Helene Mees, econoom, jurist, publicist en columnist bij de Volkskrant en Project Syndicate. Ben je dat nog steeds? En Pieter Hazekamp, sinds 1 maart 2020 directeur van het Centraal Planbureau. Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad en hiervoor topambtenaar onder andere van het ministerie van Financiën. Welkom. Wat heeft u in uw hand? Net daarvoor, voor de microfoon. Ja, nee, ik werd maandag gevraagd hiervoor als invaller. En toen ben ik even de... Een upgrade. De bibliotheek van het Centraal Planbureau ingedoken. En daar vond ik dit boekje. En dit is de Amerikaanse uitgave van The Road to Serfdom uit 1945. En aangeschaft door het Centraal Planbureau in 1946. En wat denkt u van dat wat Hayek vindt van zoiets als een instituut als het Centraal Planbureau? Hij zou het vreselijk vinden. En wat vindt u daarentegen van Hayek? Nou, niet daarentegen. Ik zou kunnen zeggen, keep your friends close, but keep your enemies closer. Dus dat is ongetwijfeld waarom dit is aangeschaft ooit door het Centraal Planbureau. Ik denk dat Tim Bergen dit nog in zijn handen heeft gehad. Nee, ik denk dat economen het iets makkelijker hebben met Hayek dan politicologen of historici. Omdat vanuit economisch perspectief Hayek wel een soort nuttige waarschuwing geeft op het geloof in al te veel maakbaarheid van de economie en dus ook van centrale planning. Ik denk dat aan het eind van de discussie daar ook de goede argumenten al op tafel zijn gekomen. Dus de markt is best in ieder geval bij micro-economische transacties een goede manier om zorgen dat informatie op tafel komt en dat voorkeuren tot uiting kunnen komen. Of dat dan ook altijd de beste uitkomst voor de maatschappij als geheel geeft. Nou ja, daarom denk ik dat de meesten van ons geloven dat er ook nog een overheid nodig is die af en toe wel stuurt. Maar daar kunnen we het over hebben. Ja, mee eens, Helene Mees? Helemaal. Ja, ik denk dat Pieter en ik allebei economie hebben gestudeerd in de tijd dat Robert Lucas van de rationele verwachtingen, de hypothese van de rationele verwachtingen, en die zei dan dat prijzen altijd, de markten hadden het altijd gelijk, want de prijzen die hadden alle beschikbare informatie, dus er komt ook informatie weer terug, in zich geborgen. En dus er kon... Als we maar naar de markten luisteren en maar zorgden voor voldoende marktwerking, dan kregen we de optimale economische groei. Nou, we hebben natuurlijk gewoon gezien, we zaten toen erg in de verdrukking. Ik weet nog, de neo-Keynesiaanse school, die ging er alleen maar over om aan te wijzen dat er soms misschien problemen was om informatie, de waarde van iemand vast te stellen. Bijvoorbeeld als je solliciteert, was een belangrijk voorbeeld. Dan kon die werkgever tegenover wie je zat bij een sollicitatiegesprek niet weten wat jouw waarde was. En het beste, degene die het beste signaal af kon geven over jouw eigen waarde, was jijzelf. Dus je moest vooral zelf een hoog prijs halen. Een hoog loon vragen bijvoorbeeld. Dus en eigenlijk is die hele... hadden we de neoliberale synthese, Milton Friedman. En dat is eigenlijk pas in 2008 hebben we daar een flinke tegenwerking gehad door de financiële crisis. Grote financiële crisis waarbij toen bleek dat de overheid wel moest ingrijpen, dat er maar in moest grijpen, dat de markten het allemaal niet gingen regelen. En inderdaad, nu met deze, in die tijd is vooral de financiële hulp gegaan naar de banken. En dat we nu feitelijk ook zien dat met een crisis zoals we die nu hebben, de energiecrisis, dat we het, en maar ook tijdens de coronacrisis, we het niet kunnen zonder de overheid. Ja, eventjes, ik wil even citeren uit een interview van RTLZ eind december vorig jaar. Daar werd u gevraagd over de hoge inflatie toen al. En toen zei u dat u deze vanzelf weer zou zakken. En ik quote dan vanaf nu, mocht dit niet gebeuren, dan is het in eerste instantie aan centrale banken om in actie te komen en hun monetaire beleid te verkrappen. Niet aan de politiek, al holt de hoge inflatie de koopkracht uit. Dat vind ik dan wel weer iets Hayekiaans. Maar denkt u daar nu anders over? Nou ja, ik denk nog steeds dat die inflatie gaat zakken. En dat de eerste rol voor centrale banken inderdaad is om die terug te gaan brengen. Ik denk wel dat we gewoon te maken hebben met een acuut koopkrachtprobleem. En
omdat... kijk, je kan van alles vinden over het jaarlijkse circuit wat we hebben rond die koopkrachtplaatjes. En in normale tijden denk ik dat ik wel een deel van de kritiek van Hayek daarop zou delen. Dat ad hoc ingrijpen en het draaien aan allerlei belastingknoppen, dat je daar een beetje voorzichtig mee moet zijn. Op dit moment is het natuurlijk gewoon zo dat grote groepen in de samenleving, 10% van de kinderen, onder de armoedegrens zakt. En ik denk dat we daarover, het grootste deel van, ook van de economen, zou zeggen, ja, dat moet je gewoon niet laten gebeuren. Want daarmee richt je onherstelbare maatschappelijke, maar vervolgens ook economische schade aan. En wat is dan wel de dingen die wel zouden kunnen op dit moment? Nou ja, wat de overheid nu doet is ingrijpen in die koopkracht. Er is een behoorlijk steunpakket. Het gaat volgende week allemaal naar buiten komen, opgetuigd. En het is al grotendeels uitgelekt. En ik denk dat dat verstandig is. Denk je ook dat dat verstandig is? Dat is zeker verstandig. Ja, dat zou op dit moment, ik moet zeggen, mijn sympathie hoor, eind december wist niemand nog van vorig jaar, wist niemand dat er een inval zou komen. De Amerikaanse inlichtingendienst wel. Maar laten we zo zeggen, de meeste, zeg maar zelfs Rob de Wijk, de militair analist, die voorzag niet een inval van de Russen in Oekraïne. En dat is natuurlijk wel de belangrijkste reden waarom we nu tegen zo'n enorme inflatie aanlopen. Want de inflatie wordt vooral veroorzaakt door de energiekosten. En iedereen zal meteen zeggen, ja, maar in de winkels wordt alles ook het. Voedsel wordt ook heel erg duur. Maar dat voedselprijzen worden voor 3/4 bepaald door de energiekosten. Dus het is ook logisch dat dat doorwerkt naar de voedselprijzen. Dus vandaar eerst van het feit dat je dacht, ik schreef eind vorig jaar ook nog dat de Europese Centrale Bank wel even kon wachten, anders dan de Federal Reserve in Amerika. Nu is het is in ieder geval voor 1 jaar lang is er een enorme koopkrachtachteruitgang. 8,7% stond volgens mij in de augustusraming en die is misschien al wat bijgesteld naar boven. Daar kan ik nog niks over zeggen, maar het was 6,8. 6,8, ja. Sorry. Maar dan zit het dus vrijdag op 8,7. nee, sorry, dat is een grapje. Ik heb geen inside information. Even een beetje vissen. 8,6. Maar inderdaad, daar zie je ook die spanning. Ik ben altijd degene geweest die erg het Amerikaanse model heeft gepromoot voor Nederland. In een tijd dat in Nederland heel veel mensen in uitkering zaten. Waarvan ik dacht, je ziet gewoon dat het voor mensen veel beter is om aan het werk te gaan. Het is beter voor hun gezondheid. Het is en wat beter is dan het Amerikaanse model? Het Amerikaanse model is dat er weinig sociale zekerheid is. Het wisselt ook per staat. In New York, waar ik vooral veel was, dat is binnen de Verenigde Staten nog een soort verzorgingsstaat. Maar niettemin, zijn niet zoveel uitkeringen als er in Nederland zijn, waar zeker 15 jaar geleden of 10, 15 jaar geleden ook nog heel veel mensen gebruik van maakten. Dus in die zin ben ik wel Hayekiaans. Dat ik vind dat marktwerk goed is, dat mensen stimulansen moeten hebben. En ook dat ik vind dat overheidsingrijpen van mensen inderdaad een soort onderworpenen maken, omdat ze niet meer voor zichzelf opkomen, niet meer naar buiten gaan, niet meer hun talenten gebruiken. En, bent u het daarmee eens? Ja, gedeeltelijk. Maar ik denk dat zowel de markt als de overheid monsters kunnen zijn. En dat je ze allebei nodig hebt om elkaar te temmen, zeg maar. Dus, en waar dat evenwicht precies ligt, dat is best ingewikkeld. Hè? Dus er is vrij recent een boek verschenen van Acemoglu en Robinson, Narrow Corridor, die zegt, eigenlijk is het een voortdurend wedstrijdje tussen de overheid die de neiging heeft om autocratisch of dictatoriaal te worden en de samenleving die de neiging heeft om heel rigide of om heel anarchistisch te worden. En daar moet je, als het goed gaat, drijven die elkaar, houden die elkaar een beetje in evenwicht. En het gaat best vaak fout. En waar ligt volgens u de grens van het ingrijpen van de overheid in de economie? Nou, ik denk dat dat heel lastig is om in algemene zin te zeggen. Maar ik denk als je gewoon kijkt naar hoe economieën op dit moment in Europa in ieder geval zijn georganiseerd, is dat eigenlijk alle onderdelen van de economie kennen wel een vorm van overheidsregulering in ieder geval.
En tot op zekere hoogte ook van rechtstreeks overheid ingrijpen. Hè. Dus het idee dat je markten vrij kan laten. Nou, Hayek nam daar misschien tot op zekere hoogte ook wel afscheid van. Maar daar hebben we nu echt wel voorgoed afscheid van genomen, denk ik. En Helene Mees, hoe staat Nederland eigenlijk in die traditie? Is Nederland dan meer Hayekiaans of meer Keyniaans? Nou, ik denk dat sinds Wim Kok zijn ideologische veren heeft afgeschud, dat er heel veel marktwerking is geïntroduceerd. En dat met name nu de energieprijzen, die zijn in Nederland bijna het hoogste van heel Europa, terwijl wij ook de meeste marktwerking hebben, wel een groot vraagteken plaatst bij, is de markt wel de beste manier? Leidt dat wel tot de laagste prijzen? En ik ben verder meer macro-econoom, dus ik ben ook wel heel erg geschrokken is iets wat je al sinds in de jaren 70, op het moment dat Hayek heel populair werd, toen was de factor arbeid heel dominant. Hè. De vakbonden waren heel invloedrijk. Op dat moment hadden we hele hoge inflatie, maar de lonen stegen nog sneller dan de inflatie. Nou, dat zien we nu juist helemaal niet. En eigenlijk is dat een trend dat we met de overwinning van Margaret Thatcher en Ronald Reagan, die ook erg beïnvloed zijn door Hayek, zie je dat internationalisering is veel meer opgekomen. Er is de globalisering, een enorme toestroom van arbeid, deels door migratie, maar ook door gewoon het outsourcen van arbeid. En je ziet dat de factor arbeid erg in verdrukking is gekomen. En dat daar ook nu geen antwoord op komt. Echt elke keer dan denk je, zodra dan maar arbeid tekort is, dan gaan de lonen wel omhoog. Maar ook dat zien we nauwelijks in Nederland. Is dat een verklaring? Wat is de verklaring daarvoor? Ja. Nou, het is best een ingewikkelde puzzel. Je ziet nu eindelijk, zie de NS deze week, dat er wel situaties zijn waarin die vakbonden toch weer een stukje in ieder geval van hun macht kunnen terugwinnen door de schaarste die er nu is. Maar eigenlijk worstelen we al, ik denk een jaar of vijf, met de vraag waarom gaan die lonen niet omhoog? En dat heeft, denk ik, inderdaad te maken met gewoon de afkalvende positie van vakbonden. Je zou kunnen zeggen, vakbonden hebben ook nog een soort niet helemaal representatief ledenbestand, waardoor de afspraken die ze dan weten te maken vaak gaan bijvoorbeeld over in het verleden vervroegde uittredingsregelingen voor oudere mensen, vooral de leden van de vakbond dus. Er is eigenlijk te weinig onderhandelingsmacht geweest aan de kant van de factor arbeid. Hopelijk zien we op dit moment een beetje een soort correctie daarop, zonder dat we terecht moeten komen, ook wel goed om te zeggen, in die situatie van de jaren 70, waarin je het omgekeerde zag. En waar komt die correctie dan vandaan? Nou, uiteindelijk geloven economen dat de markt toch op zekere, als arbeid schaars is, dan, en dat zie je ook op dit moment, dan neemt de onderhandelingspositie van werkenden neemt toe. Dat zie je op Schiphol, dat zie je bij de NS. En in die zin komt er dus een correctie. En of die genoeg is en of dat die misschien gaat doorschieten, dat zullen we dan weer zien. Maar dat is niet gek dat dan nu nog niet gebeurt? Of ziet u dat dan wel gebeuren? Op dit moment zien we het tot op zekere hoogte gebeuren. Tegelijkertijd, als je gewoon ziet, de prijzen stijgen 10%, de lonen 3% op dit moment. Ja, dat is niet normaal in de situatie waarin je nauwelijks werkloosheid hebt. En als we het dan hebben over Nederland en dan de marktwerking bijvoorbeeld in de zorg of dat van de energie, in de energiesector, branche. In hoeverre heeft Hayek dan gelijk of ongelijk als we daarnaar kijken? Hayek's bril op daar naar kijken. Nou ja, de gedachte is dat als je een markt, veel marktwerking tot de meest efficiënte levering, aanbod leidt, en dus de beste prijszetting, dan denk ik dat Hayek, dat de energiemarkt geen goed voorbeeld is van wat Hayek voor ogen stond. Maar ik moet wel zeggen, ik baseer me op een staartje dat ik heb gezien van het Financiële Dagblad. Daar zijn Kamervragen over gesteld door het onvermoeibare Kamerlid Pieter Omtzigt. En daarin moest in het antwoord daarop hebben ambtenaren geschreven, of de minister natuurlijk, van dat zij niet kunnen bevestigen dat staartje klopt, omdat niet precies duidelijk is hoe die prijzen zijn berekend.
Denk in Nederland maakt het veel verschil dat, zoals iemand zei over Frankrijk, ja, dat is makkelijk om een price cap in te voeren, want er is maar één staatsleverancier volgens mij van energie. Dus ja, dan is het ook makkelijk om. En wij hebben natuurlijk een heel versnipperde markt met veel aanbieders. Ik denk dat veel markten, ook de energiemarkt, in normale omstandigheden goed werken en ook efficiënter werken dan actief staatsingrijpen. Alleen het probleem is zo'n markt dan ook bestand tegen een schok zoals die nu heeft plaatsgevonden, waardoor de kosten op dat moment veel hoger zijn. Er is volgens mij vorig jaar nog een vrij juichende evaluatie van, 20 jaar deregulering van de energiemarkt verschenen. Daar, we moeten de getallen even te goed houden, maar volgens mij kwam daaruit iets van dat heeft de consument 10 miljard opgeleverd bij elkaar. En vervolgens heeft iemand dit jaar gekeken en gezegd, ja, maar op dit moment verliezen we 50 miljard per maand. Dus om even de verhouding te geven, en dit was dan voor Europa. En hetzelfde is denk ik een beetje gebeurd bij banken. Dus marktprikkels werken, drijven wat economen dan noemen de statische efficiency op. Maar zijn ze ook bestand tegen de long tail, dus de dingen die kunnen gebeuren, maar die niet zo waarschijnlijk zijn. Nou, die dingen gebeuren af en toe. En op zo'n moment zie je dan dat iedereen toch naar de overheid kijkt om dan de boel op orde te brengen. Ik ben nog benieuwd naar twee analyses van Hayek, zeg maar, die in de Road to Surfton eigenlijk aan tegen de planners. Dan is natuurlijk iemand van het Centraal Planbureau, dus kan je niet zeg maar één op één, vertalen naar een planner, maar wel enigszins. En dan ook helemaal natuurlijk. in ieder geval zoals hij het bedoelde in die tijd, denk ik. Maar dat het niet te overzien is, dat de economie niet te overzien is, zegt hij. En dat het niet zeg maar individuen kunnen nadenken over al die verschillende belangen die meespelen in de economie. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, ik denk dat dat een feit is. Hè. Het Centraal Planbureau is inderdaad opgericht in 1945... door toen ook de socialistische minister van Economische Zaken, Hein Vos, die inderdaad wel iets had van, nou, we willen echt die kant op die Hayek dus nadrukkelijk niet wilde. Maar het is nooit geworden wat hij ervan hoopte. Het is veel meer een economisch analyse- en prognosebureau geworden. Maar wel ondersteunend aan inderdaad sturing door de politiek. Hè. Dus Tinbergen was degene van de, wat dan zijn gaan heten, de spoorboekjes. Hè. Dus als de politiek zegt, daar willen we heen, hè, dat is de bestemming, dan kunnen wij de stationnetjes daar naartoe uitrekenen. Hè, de stappen die je moet nemen om daar te komen. En ik denk dat dat wel enigszins ook nog steeds overoptimistisch is. Hè. Dus het klopt. En dat citaat dat illustreert dat. Wij hebben ook niet de glazen bol en de wijsheid in pacht. De vraag is wel, er zijn denk ik wel omstandigheden waarin de overheid het beter ziet dan de markt. Wat is een voorbeeld daarvan? Nou ja, zo'n voorbeeld is denk ik op het moment dat er zo'n extreme gebeurtenis plaatsvindt. Dan is de markt vaak in paniek. Dat hadden we in het begin van de coronapandemie. Dat hebben we nu op de energiemarkt. En dat zijn situaties waarin de overheid de enige partij is die actief kan ingrijpen en rust kan brengen. Eens? Ja. Ja, je kunt van overheid zeggen alles met mate. En ik denk ook voor markten. Dat is zo'n waarschuwing die we krijgen bij alcoholreclame, geloof ik. Drink maar met mate. En dat moet en zowel bij de markt als bij de overheid moet het ook, want gebruik het maar met mate. Ja, ik moet wel zeggen, dat zeg maar het idee over de koopkrachtplaatjes. En dat zou ik ook wel willen, dat als een soort regel bij elke raming die het Centraal Planbureau maakt, erbij zou schrijven. Want dan komt er een soort berekening van de koopkracht. En dat is in Amerika helemaal een krankzinnig idee. Hè? Helemaal surrealistisch, alsof de overheid jouw koopkracht bepaalt, terwijl uiteindelijk jouw eigen inzet natuurlijk bepalend is. Als jij van 20 uur 30 uur gaat werken, dan ga je veel meer op vooruit in met je koopkracht dan welke koopkrachtmaatregel ook kan doen. En dat vind ik ook weer heel verstikkend. En daarin ben ik dan wel weer Hayekiaans. Omdat ik denk, de hele gedachte, die surrealistische gedachte, dat de overheid vooral überhaupt verantwoordelijk is
maar ook bepalend is voor jouw koopkracht, dan doe je een individu zo ontzettend mee tekort. En dat zou er eigenlijk even onder moeten staan. Aan het knikken ook? Ja, daar ben ik het mee eens. Sterker nog, dat staat eronder, want er staat altijd bij van dit is statische koopkracht, waar dus dit soort effecten inderdaad niet in zitten. Als iemand een baan vindt of juist werkloos wordt of gaat scheiden, dan zijn dat dingen die veel meer doen dan de koopkracht plaatjes die wij laten zien. Wat die plaatjes doen, en die hebben wel in die zin een functie, is laten zien wat overheidsbeleid uiteindelijk doet met het besteedbaar inkomen, de koopkracht van mensen. En dat heeft toch wel een functie, want het feit dat de inkomensverdeling in Nederland toch over de tijd vrij vlak is gebleven, is denk ik toch ook een beetje vanwege dat jaarlijkse circuit waarin we met elkaar kijken van ja, is het nou nog een beetje in evenwicht? Ik zie dan toch dat je met je ogen aan het rollen bent. Ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Volgens mij dat die inkomensverdeling vlak is gebleven, is omdat het de mensen met een hoog inkomen, dat niet meer rapporteren voor de loon- en inkomstenbelasting, maar dat allemaal onderbrengen in de BV. Ja, dan komt het in een andere box. En dan telt het niet meer mee voor de inkomensverdeling op dezelfde wijze. Dus dat blijft buiten beschouwing. Want het CBS zegt ook altijd van nee, Nederland is zo'n gelijk land. En toen opeens kwamen ze met een publicatie dat sinds 2005... directeur groot aandeelhouders of die beleggings-BV's zo'n enorme vlucht hadden genomen. Het meest bekende voorbeeld is natuurlijk Jeroen Pauw, die een mooi programma en serie ging maken over de ongelijkheid in Nederland. Maar dat wel doet het inkomen daaruit wel laat doorsluizen naar zijn BV. en dat dus niet gewoon als arbeidsinkomen wordt meegerekend. Ja, dat klopt, maar dat geldt voor de top 1%. Hè. En daar kan je, ik heb zelf nog die gedachtewijziging bij het CBS, denk ik, aangejaagd vanuit het ministerie van Financiën. Want wij ontdekten op een gegeven moment van hey, er is 200 miljard zoek. dat is, en dat was precies deze. En die zit bij die top 1%. Maar als je kijkt, en daar kan je om allerlei redenen zorgen over maken. Kan je misschien toch nog eventjes uitleggen hoe dat kan dat zulke grote bedragen zoek raken? Heeft u dat enig idee? Nou, in hoe de statistieken, dus het geld was wel ergens. Ja, deze week natuurlijk ook weer hetzelfde nieuws. Nou, kijk, dit gaat, maar dan worden we een beetje fiscaal technisch. Leen en ik hebben ook al bij fiscale zaken gewerkt. Maar dit is geld wat inderdaad in BV's zit. En BV's die eigendom zijn niet van een hele grote groep mensen, maar van één of enkele personen, directeur en grote aandeelhouders. En in die BV's zit gewoon heel veel vermogen wat gewoon niet in beeld was bij het CBS. Inmiddels is dat wel in beeld. Ik ga zo naar de zaal, maar nog even een tweede punt wat kritiek op planners die Hayek heeft, is dat het doel niet voor ogen is. Omdat hij zegt, er zijn allemaal verschillende belangen. Dan heb je een maatschappelijk doel, maar dat is eigenlijk veel te vaag. En dat er bij de politiek vaak wel ergens heen wordt gewerkt, maar waarheen, dat niet duidelijk is. Die ook voor mij? Ja. dat is deels wel een terecht punt, denk ik. Op dit moment hebben we een discussie over brede welvaart. En eigenlijk is de vraag die ook vanuit de politiek vaak aan ons wordt gesteld. Van ja, kunnen jullie niet even gewoon, net zoals je het BBP hebt, het bruto binnenlands product, de materiële welvaart, kunnen jullie niet even een soort brede welvaartsindicator opleveren? En dan is ons antwoord van ja, maar uiteindelijk is dat toch een politieke keuze wat je belangrijk vindt. Dus wat je wel kan doen, en wat wij ook met de andere planbureaus nu aan het doen zijn. En het eerste voorbeeld daarvan is de armoedeindicator die we nu voor het eerst ook in de macro-economische verkenning hebben opgenomen. We kunnen dus wel aangeven wat verschillende aspecten zijn van brede welvaart. Dus je kan armoede berekenen, je kan klimaateffecten of CO2-uitstoot, biodiversiteit. Allerlei aspecten van brede welvaart kan je in beeld brengen. Maar uiteindelijk kan nooit de centrale planner, als ik dat al zou zijn, maar kiezen van wat dan de doorslag heeft of een soort optelsommetje maken. Uiteindelijk moet de politiek de weging maken, ja, gaan we voor klimaat? En betekent dat misschien dat ook iets, zie nu de discussie over energie, doet met de inkomensverdeling? En hoe corrigeren we dat dan weer? Dus er zijn altijd afruilen en keuzes te maken en dat moet de politiek doen. Wil je daar nog iets over zeggen?
Ja, dat zeker. Maar wat ik dacht vooral, en dat is ook weer jammer, want het Centraal Planbureau maakt prachtige studies. Dat is echt indrukwekkende productie. En bijvoorbeeld ook over dat probleem van dat vermogens in Nederland heel laag worden belast. Maar wat je kunt zeggen, de bouwstenen liggen er allemaal al dankzij het Centraal Planbureau. Het enige wat de politiek nog moet doen, is werkelijk vermogens te willen gaan belasten, zodat de lastendruk op arbeid omlaag kan. En dat zou voor Nederland een heleboel verschil maken. En een heleboel mensen die nu kwetsbaar zijn en die nu echt geholpen moeten worden met verhoging van het minimumloon, zouden daardoor beter af worden. Maar dat is een kwestie van stemmen op hopelijk linkse partijen. Oké, dan weten we ook weer wie er ongeveer in de zaal zit qua stemmen dan. Ook weer terug naar de zaal. Zijn er vragen? Nou, wat mij op... ik heb Hayek niet gelezen, maar wel het boek van twee eerdere sprekers. Maar Hayek is begonnen als een politiek-filosofisch boek. Als een politiek-filosofische benadering. En je hoort eigenlijk alleen nog maar volgelingen. Het gaat meteen al over markten en economie. Dus mijn vraag is of bij zijn volgelingen, die geloof ik nu wel een beetje een aantal afnemen, maar er ongetwijfeld nog wel zijn, spelen die politiek-filosofische argumenten überhaupt nog een rol? Ik denk dat eigenlijk een vraag... Ik bedoel, jullie mogen het beantwoorden, maar misschien kunnen we ook weer zo meteen... Misschien inderdaad meer een vraag voor de historici. Kijk, Keynes verbaasde zich al over allerlei normaal verstandige mensen die opeens slaves of a defunct economist waren. Mensen die economische paradigma's op een gegeven moment voor absoluut waarnemen en aannemen en daarmee aan de haal gaan. Ik denk dat bij Hayek tot op zekere hoogte ook is gebeurd, hoewel hij daar zeker ook zelf aan heeft meegewerkt. Maar ik denk dat het sommige mensen ook wel vrij goed uitkwam, deze filosofie. Doe maar, dat gaat vanzelf aan. Ik denk eigenlijk dat vandaag de dag Hayek gewoon veel minder politiek herinnerd wordt en ook minder politiek filosofisch herinnerd wordt dan hij is geweest. Het verrast me dat ik, en ik hoor het heel vaak, dat bijvoorbeeld de Road to Serfdom wordt gezegd van ja, maar goed, Hayek, hij is niet primair politiek bezig. Hoor. Ja, de eerste twee zinnen, in de tweede zin zegt hij al, dit is een politiek boek. En dat is wel verheugend, vind ik, van internationale studies hiernaar, dat daar eigenlijk sinds de financiële crisis in 2008 weer heel sterke neiging is om Hayek als politiek filosoof en ook wel als ideeënpoliticus te lezen. Maar in Nederland zie ik die trend minder sterk. Nog een vraag uit de zaal. Dankjewel, Bram. Het jaar 2008 en de financiële crisis, die komt een paar keer voorbij als kantelpunt van het denken over markt, overheid. Ik meen dat een van de laatste boeken die Hayek heeft geschreven is de Denationalization of Money. Centrale banken zijn ook centraal plannende instanties. Aan u de vraag, allebei. Is daar niet op een andere manier naar te kijken dan over het denken over de crisis? Is het niet veroorzaakt door centrale banken? Ja, dankjewel. Helene als eerst. Ik snap precies waar je op doelt, waar u op doelt. Destijds zei een Amerikaanse econoom, en hij was chief economist van PIMCO, een heel groot obligatiefonds, dat heel erg geprofiteerd heeft van de steeds maar dalende rente. En daar echt de managers daar zijn de schathemeltje rijk mee geworden. Maar die chief economist die zei al de Federal Reserve. En dat was denk ik in 2001 na het uiteenbarsten van de dotcom-bubbel. De Federal Reserve is wel bereid om weer een nieuwe speculatieve bubbel te blazen. In de huizenmarkt om maar gewoon
economische genotzucht, de decadentie voor te kunnen, de kooplust te kunnen blijven bevredigen. En eigenlijk is dat ook zo gegaan, want je hebt die speculatieve bubbel gehad op de Amerikaanse huizenmarkt. Daar wil ik als kanttekening bij zetten, en daar ging mijn proefschrift over, is dat ik denk dat de... Oh, nou, mijn stelling is, mijn hypothese is dat de opkomst van China daar heel veel aan heeft bijgedragen. Want stel dat China niet was toegetreden tot de Wereldhandelsorganisatie in 2001, dan hadden we veel sneller in de 2000s een arbeidstekort gehad. Dat betekent dat centrale banken al veel sneller de lonen waren gestegen, de prijzen waren gestegen. Centrale bank zowel in Amerika al veel sneller de rente had moeten verhogen. En ook hier de ECB had dat dan ook moeten doen. En hadden we niet zo'n enorme financiële crisis gehad zoals we die hebben gekend. Dit is even de korte versie ervan. Maar ik denk zeker dat de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve, die zijn ook niet alwetend, maar die hebben zeker een rol gespeeld. Ik denk niet dat de standaard kritiek op de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve vanwege de negatieve rentepolitiek of zo terecht is. Ik denk nog steeds dat we door China's toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie, waar opeens meer dan 1 miljard... mensen aan de globale economie werden toegevoegd, waardoor we opeens veel meer arbeidskrachten kregen, en voor een heel andere situatie hebben gezorgd. En dat het nu juist voor economen ook heel spannend is. Het is allemaal heel verschrikkelijk wat er gebeurt, maar Oekraïne begint nu goed tegenwicht te bieden. Dus daar zijn ook weer positieve. Maar het is nu heel. We hebben juist 20 jaar lang met een economie te kampen gehad, met name in de Verenigde Staten, die niet optimaal produceerde of groeide. En ik denk dat de beste kritiek mogelijk is op wat centrale banken doen. Die zijn inderdaad ook niet alwetend. Maar dat je ook moet afvragen wat het alternatief is. En wat Hayek beschrijft, is geen alternatief. Dat zou eigenlijk een soort terugkeer zijn naar de periode. Tweede helft 19e eeuw in Amerika, van allerlei private concurrerende centrale banken. En dat was een chaos. En ik denk dat dat in zo'n systeem ook zou zijn. Nou, jullie kennen waarschijnlijk mijn kritiek op de Bitcoin. Dat is iets wat Hayek nooit had kunnen verzinnen. Maar als je mensen zeggen wel dat Hayek dat heeft voorspeld. Nou ja, Hayek ging echt uit van. Kijk, de kern van de Bitcoin is natuurlijk dat die volledig gedecentraliseerd is. Hayek ging echt uit van concurrerende gelduitgevende instanties, waarbij zijn theorie was, en volgens mij is het een onzinnige theorie, dat die belang bij zouden hebben bij het stabiel houden van de waarde van de munt. En het kenmerk van de bitcoin is dat die per definitie niet stabiel is. Hè, dus die gaat het ene jaar 100% omhoog en het andere. Hè, dus met de bitcoin hadden we nu dit jaar niet 10% inflatie gehad, maar 120% inflatie. En dat is ook uw kritiek op de bitcoin? Of kunt u dat nog meer... Ik wil heel veel meer over zeggen. Kunt u nog even maar kort lees mijn columns. Ik heb natuurlijk uw columns gelezen vandaag, ter voorbereiding, maar de zaal niet. Dus misschien even kort alleen uw kritiek op de bitcoin. Nou, kijk, de bitcoin is denk ik gebaseerd op een soort libertarische mythe. Inderdaad, een soort tegenverhaal. Wat wel een beetje geïnspireerd is door Hayek. De overheid heeft het verkeerde voor met de mensheid. En daarom werkt zo'n decentraal geldsysteem. Ik denk gewoon dat de praktijk laat zien dat het niet werkt. Ja, ik kan er nog heel veel meer zeggen over zeggen. Laat nog een vraag. Het was Pieters onderwerp van Pieters scriptie. Dus, en cum laude. De bitcoin. Nog een vraag. Is er nog een laatste vraag uit de zaal? Twee vragen doen we dan nog. Ja, niet per se direct over Hayek, maar ik hoorde net een bijzinnetje een beetje van Helene over die vermogensbelasting en de inkomstenbelasting. Dat is ook een discussie die nu heel veel hoort. En dan wordt vaak de tegenstelling gezegd van we moeten vermogensbelasting omhoog doen om dan inkomstenbelasting omlaag te kunnen doen. Maar ik heb je voor mij ook eerder ergens horen zeggen dat eigenlijk voor belastingverlaging is alleen mogelijk voor de top 1%, omdat er gewoon bij de meeste inkomstenbelasting komt er gewoon binnen van de middenklasse.
En ook al gaan we de vermogensbelasting verhogen, zal de middenklassebelasting nooit omlaag gaan eigenlijk, significant. En moeten we dan eigenlijk niet gewoon meer een discussie hebben, willen we nog heel veel collectieve uitgaven hebben? Is dat eigenlijk niet de discussie die we moeten voeren? Volgende Bali-programma. Ja, volgende Bali-programma. Maar, maar dit is dus even, ik snap je punt, want mensen zeg maar tot een tot minimumloon betaal je vrijwel betaal je geen belasting meer. Zeg maar nog een paar premies, maar dat gaat dan bijna niets meer. En dat was echt 5, 6, 7 jaar geleden nog anders. Er ging nog van een minimumloon ging nog een kwart procent, een kwart ervan ging nog op aan loon en aan loonheffing. Maar Bas Jacobs, hoogleraar eerst van Erasmus University en nu zit hij bij de VU. Hoogleraar Public Finances, die heeft een plan gepresenteerd. En daarmee heeft hij volgens mij dankbaar gebruik gemaakt van het onderzoek dat ook gedaan is door het Centraal Planbureau. Maar daarin stelt hij voor om, laat hij daarin zien, en dat heeft ook het Centraal Planbureau laten zien, dat Nederland van de hele westerse wereld kapitaalinkomsten het allerlaagst belast. En zelfs een deel zelfs negatief per saldo. En als je de pensioenen anders zou belasten, de pensioenopbouw en de eigen woning. En veel mensen sputteren tegen het idee dat je de vermogensaanwas in je eigen woning zou moeten belasten. Maar overal op andere plekken in de wereld gebeurt dat. Onder meer in Amerika. En dan wordt het ook heel fors belast, de vermogenswinst die je maakt bij de verkoop van je eigen woning. Als je dat allemaal gaat belasten tegen al die vermogensinkomsten, vermogensrendementen, gaat belasten tegen 35% in een aparte box, dan levert dat voldoende op om, we hebben nog maar 2 schijven over, maar om de tarieven in de loon- en inkomstenbelasting met 8 procentpunten te verlagen. Dus dat betekent dat we een toptarief van 41% zouden hebben en een de eerste schijftarief van 28% of iets. 28 of 29%. En dat zal wel veel verschil maken. Het probleem nu is in Nederland echt dat je doordat een hele hoge, kijk, aanvankelijk betaal je even niets en dan gaat opeens vanaf 15 of 20 of 1000 euro inkomen, dan zit je eigenlijk tegen een marginaal tarief aan van 60%. En dat is voor veel mensen, of nog zelfs soms nog hoger mensen die een marginaal tarief hebben van 70%. En dan is het onaantrekkelijk om te werken, meer uren te werken. Dankjewel. Laatste vraag uit de zaal. Hedendaagse Hayek aan te wijzen. Want het ging net al even over de bitcoin. Heb je ook voorstanders die zeggen, ja, de overheid probeert ons kwaad aan te doen. We moeten echt dat helemaal democratiseren of echt die macht breken. Wie vertegenwoordigt zijn standpunten nu als het gaat over dat glijdende schaal verhaal? Dat we echt naar een soort dictatuur toe gaan. Waar zien we dat het sterkst vertegenwoordigd dan? Weet ik eigenlijk niet zo goed aan wie ik die vraag het best kan stellen. Maar ja. Misschien. Iemand staat daar echt popelen, of niet? Nou, ik denk dat je wel echt de meest getrouwe aanhangers, die vind je in de Verenigde Staten. Daar heb je een hele wijdverspreide libertarische beweging. Die ook gefinancierd wordt door bijvoorbeeld de Koch brothers en zo. En een aantal denktanks, Cato Institute. Een aantal andere belangrijke denktanks. En Pieter Butke is een belangrijke figuur die vanuit, volgens mij zit hij in de George Mason Universiteit, wat ook wel geldt als een soort bolwerk van die beweging. En dat libertarisme, hè, dus dat zijn wel de meest radicale vorm van neoliberalisme die betwisten soms zelfs het geweldsmonopolie van de overheid. Die vindt dat iedereen gewoon zijn eigen geweer moet hebben en op die manier rechtvaardigheid zal geschieden. Die heb je veel minder in Europa, maar dat is wel echt een Amerikaanse eigenaardigheid. Maar ik denk dat binnen de economische wetenschap, hè, waar natuurlijk een tijd lang Hayek, Friedman, Lucas en anderen toch toonaangevend waren. Sommigen vrij laat in hun carrière, zoals Hayek. Dat op dit moment er niet vergelijkbare geluiden mainstream te horen zijn. Hè. De meeste economen
ja, je kan ze neo-Keynesiaans of allerlei tussencategorieën noemen, maar dit gedachtegoed wordt toch over het algemeen als vrij extremistisch gezien. Ja, dat, maar er is ook iets anders in de economische wetenschap. Is dat ze eigenlijk geen Nobelprijzen meer geven voor ideeën, voor nieuwe paradigma's. Wat je ziet is dat de laatste keer heeft een Nederlander het gewonnen. Daar kunnen we erg trots op zijn. Maar dat gaat toch over experiment dat hij heeft gedaan. En hij is toch vooral gekozen vanwege zijn bijzondere econometrische technieken. En dat jaar daarvoor was dat ook al zo. Het is bijna alsof er sinds de financiële crisis er geen Nobelprijzen meer worden gegeven voor grote ideeën, maar alleen nog maar voor toegepaste economie. Nou ja, Nederland heeft natuurlijk al heel lang ook een empirische traditie in de economie. Tim Berger was daar de eerste in, won de eerste Nobelprijs. En het werd net al even gezegd, als je empirisch kijkt, heeft Hayek natuurlijk gewoon 30 jaar lang volstrekt ongelijk gekregen. Dus die periode 1945-1975 was er een van ongekende welvaartsgroei, juist gedreven door overheden die toch als een soort benevolent planners in de maatschappij ingrepen. En er waren ook markten, maar de marktwerking in die periode was denk ik wat meer gebonden dan we nu normaal vinden. En economisch gezien was dat toen een heel succesvol model, wat op een gegeven moment tegen zijn grenzen aanliep. Dank u wel. Dan zijn we eigenlijk ook bij best wel een rond verhaal. Want dan zijn we toch weer teruggegaan naar het heden weer en dan weer terug naar de geschiedenis. Dus een mooie laatste vraag vanuit het publiek. Dank je wel. Juri Albrecht, Bram Melling, Marijn Oudendamsen, Pieter Hazekamp en Helene Mees, ontzettend bedankt. En jullie bedankt voor de goede vragen uit de zaal. En tot de volgende keer. APPLAUS